Deze achtbaan komt zeker in mijn top 10. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Laten we snel beginnen. Welkom iedereen bij weer een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag zijn we in het pretpark, of in ieder geval attractie, genaamd Echo. Ik heb deze gevonden tussen meer dan 47.500 ongeveer projecten die al zijn geüpload. Dan heb ik het alleen maar over de parken in de workshop. Zoveel mensen, zoveel parken zijn er al gewoon te downloaden via dit spel. Dus ondanks dat je misschien zelf niet aan de slag gaat met een eigen park bouwen, kan je alsnog gewoon uren vermaken met het downloaden van allemaal andere parken wat mensen hebben gemaakt. Dit park is gemaakt door Sublines en het heet dus Echo. Project Echo. Hier even een overzicht van het park. Je komt binnen, ik zie al een Main Street en natuurlijk draait het om een gigantisch gethematiseerde achtbaan achter in het park. Maar natuurlijk gaan we ook even kijken naar de winkeltjes en wat we nog verder kunnen vinden hier in Project Echo. Ja, oké, flauw. Hij zat eraan te komen, deze grap. De ingang is vrij simpel, maar gewoon leuk gedaan. Het lijkt een beetje op een soort van ronde brug. Heel mooi. En dan komen we aan bij heel veel bloemenvelden. Het zijn echt hele vrolijke kleurtjes. Je zou denken dat het een beetje high-tech gebouwen. Dus heel veel met inderdaad een beetje steenwerken en dat soort dingen. En weinig kleur. Maar juist die combi met al die mooie kleuren hier zo maakt het wel echt een mooi geheel. Absoluut. Vooral ook zulke buizen in de achtergrond. Heel apart. En hier hebben we dan ook een soort van een steegje, denk ik. Met allemaal hangende bloemetjes. We zien hier ook een soort van een bovenverdieping waar je misschien ook wel kan lopen. Dat weet ik niet. Maar erg leuk versierd. En hier kan je dan even een lekker drankje halen. Just a momento. Als je even zin hebt om te snacken of wat dan ook. Dan kan je hier gewoon of een ballon kopen. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Dan kan je dat hier allemaal doen. Kan ik trouwens die ballonnetjes ook knappen? Dat kon vroeger natuurlijk met de oude rollercoaster. En ik heb nou nooit gezien dat ze een ballon een soort van loslaten. Dus ik weet niet of het allemaal kan. Ik probeer erop te klikken, maar het lukt me helaas niet. Nou, dat is jammer. Dan zit het waarschijnlijk niet in het spel. Misschien komt het ook nog wel ooit met een update. Ik denk het eigenlijk niet. Maar misschien komt dat ooit nog wel. We komen aan bij de allereerste attractie. En het mooie van deze attractie is die Enterprise. Dat die voor een groot gedeelte lager is gezet. En dat geeft een heel stoer effect als deze omhoog komt. Vooral de omgeving, ook met die vines langs de zijkant. Ik vind het echt super gedaan. Absoluut super. Wat ik al zei, het is echt die high-tech, een beetje ruimteachtig, hè? Beginnend ruimteachtig, met dan ook al die plantjes. Dat maakt het zo mooi. Die wachtrij komt ook van onderaf, dus ik weet niet waar die dan precies begint. Oh, maar dit is ook heel gaaf gedaan. En waarschijnlijk gaan we hier wel richting die Enterprise. Ik ga eens even kijken, je kan hier relaxen tussen al die tropische planten. Het is gewoon echt tropisch aangekleed. Gaan we hier naar boven. En ik geloof niet dat ik hier een ingang kan vinden. Dus ik moet nog even verder gaan zoeken naar de ingang van die Enterprise. Maar we komen er wel. Natuurlijk komen we er wel. Als we hier eens even omheen lopen, zie ik daar al een paar van die groene poortjes. Ik verwacht wel dat hier de ingang is van deze Enterprise. We gaan helemaal naar beneden. Ook weer tussen de plantjes. En dan ja, kijk, dit is heel mooi. En zoals ik al zei, hij komt langzaam omhoog. En dan geeft dat toch wel een waanzinnig effect. Wat gaaf om hier ook gewoon een rondje te lopen. En dan van alle kanten die Enterprise te zien. Ik vind het heel gaaf. Ook met die waterbak. En heeft hij nou serieus ook gewoon een soort van stromende rivier toegevoegd? Een rapid hier zo. Volgens mij zit hier gewoon een rapid ook nog in het midden. Echt geweldig. Hoe verzin je dit? We hebben hier dan nog een winkeltje. Je kan er niet echt in. Maar vanaf de buitenkant is het wel volgens mij aangekleed. Want je kan binnenin kijken. Het is een soort kantoortje met een televisie, een bankstel. En voor de rest niet veel bijzonders. Maar het is wel leuk in elkaar gezet. Gewoon die extraatjes. En hier zie je dat ook. De mensen kunnen zelfs wat lekkers gaan kopen hier zo. En die mevrouw heeft er zoveel zin in. Die gaat gewoon in de muur staan. Die kan niet wachten op haar bestelling. Hier zien we ook nog allemaal van die huisjes. Hartstikke leuk ingericht. Ook met trappetjes en zo. Ik vind het echt... De kleinste details zijn zichtbaar. Het zijn details die opvallen als je rustig gaat... Oh, staff only. Kijk, dit is ook heel leuk. Hij heeft heel erg gedacht aan realisme. En hier is zelfs een looproute voor de staf. Voor de medewerkers. Ik loop even naar boven, want of dit nou voor een nooduitgang is. Hier is een gebouw. Oké, verder niks. En hier hebben we een stafroom. ook helemaal leeg. Maar het is er wel. Ik had verwacht dat dit pad misschien wel zou leiden naar de attractie. Of in ieder geval naar het opstapperron. Maar dat is dus niet zo. Laten we even verder kijken, want we moeten nog steeds de achtbaan gaan ontdekken. Maar dit is ook zeer creatief gedaan. Het lijkt een beetje op een enorme kas. Maar het is onderdeel van de wachtrij van natuurlijk ook de achtbaan genaamd Echo. Nog een groot meertje. Ik weet niet of je nog een soort van een boottochtje kan maken hier zo. Ik zie daar verderop nog wel een stromend beekje. Of wat is het eigenlijk? Ik ga even kijken. Een watervalletje. Gewoon een soort sluis of zo, denk ik. En hier liggen dan twee bootjes. Je kan ze niet echt huren. Even hier nog kijken, want daar zien we nog een paar gebouwtjes voordat we naar de achtbaan gaan. Dit is ook leuk. Dit is dit een boot? Wacht even, een boothuis geloof ik. Ik kan serieus binnenin kijken. Dit is heel luxe. Hij heeft het helemaal ingericht met een eigen badkamer. Leuke grote wc ook. Lekker uitgebreid. Daar kan je met 3 man op. En dan een bedje. Heel mooi. En wat hebben we hier dan nog? Ja, je kan lekker kijken naar binnen. Dat is zo super gaaf gedaan. Het is niet makkelijk zitten op deze bank. Ik zou die potten dan een soort van even een beetje ja, verspreiden hier over de woning. En hier hebben we nog allemaal kassen. Kijk, dit zijn duidelijk van die kassen. Mooie tulpjes of wat hier ook staat. Het ruikt ook gewoon lekker fris. Ja, en als de plantjes of de bloemetjes dan klaar zijn, dan worden ze hier waarschijnlijk gewoon in de map geplant. En zo komen ze dan aan al die vrolijke kleurtjes hier zo in Project Echo. We kunnen een priority route nemen, dat is een fastpass om het zo te noemen. Maar ik ga natuurlijk gewoon uiteraard om de volledige ervaring te krijgen door de volledige wachtrij. Natuurlijk is dat ook leuk dat je dingen skipt. Maar ik denk dat dit juist, kijk dan, waanzinnig eruit ziet. Vooral met die watervalletjes, heel erg mooi gedaan. Ook weer lekker midden in de natuur. En sorry, ja, ook dit is ook heel mooi. Dat er in één keer een watervalletje naar beneden stroomt. Prachtig gedaan. Dat je daar zo onderdoor gaat. Creatieve ideetjes. En ook waarschijnlijk motivatie om je eigen attracties ook zo leuk aan te kleden. Hier hebben we ook een hele ronde kas. Daar gaan we langs. Je kijkt echt je ogen uit naar alle details. Hier ook een soort kubus op elkaar. Het lijkt op een soort, ja hoe noem je dat? Een kunstwerkje eigenlijk. Ik zag een flits. Was dat van een fotootje of was het misschien een reflectie van de achtbaan die voorbij kwam? Dat kan ook. Het is een enorme lange wachtrij, maar ja, het gaat natuurlijk ook om dit project in deze map. En helaas, zal je net zien, ze beginnen gelijk al met een barrel roll. Maar je zal net zien, kom je aangelopen op je gemakje en dan vertrekt de achtbaan gelijk voor je snuffert. Maar gelukkig is de capaciteit prima, komt er gelijk alweer een ander karretje aan. Laten we erin zitten en genieten van deze achtbaan Echo. Nou heren, komt u instappen, ook met een piratenhoed is er toegestaan om deze attractie te bestrijden. Ook op de achtergrond, die prachtige, ja of het nou woningen zijn of wat dan ook, of een hotelletje misschien wel. Het ziet er wel weer futuristisch uit, het kan zo passen bij een scène van Star Wars, toch? Een beetje wel. En ook met die zandvlaktes op de achtergrond, die zandbergen en zo, dat zou heel mooi eruit zien. Nou, volgens mij zitten we er allemaal klaar voor, deze mevrouw ook naast mij. Je ziet onder mijn facecam uiteraard de live statistieken, de live data, de testratings. En dan komt dat helemaal dik in orde. Leuk om dat allemaal even in de gaten te houden. Het gaat dus om een optakeling. En volgens mij hebben we later nog in de achtbaan ook nog een lancering. Dus leuk dat ze die combi met elkaar hebben toegevoegd. Met 17 kilometer gaan we omhoog. Ik verwacht een snelheid van rond de 90 km per uur. Maar ja, ik weet dat niet helemaal zeker of dat gaat gebeuren. Bovenaan gekomen storten wij neer. Met een snelheid halen wij die 90. Het zou heel vet zijn. Door die kassen heen. Heel gaaf. 91 km per uur. En dan dadelijk nog die enorme, nou ja enorme, een lancering. Prachtige custom supports gemaakt. Ja, dit is schitterend. Ook gewoon niet alleen maar door de wachtrij, maar ook gewoon een ritje in de achtbaan. Ziet er heel erg mooi uit. Een aantal particle effecten. We komen hier in een gebouw. Oké, ook een beetje futuristisch aangekleed met allemaal lichtjes en stroomdraden. En ook weer die watervallen die we dan voorbij zien komen. Ik vind het echt heel erg leuk. En dit ook, dat soort dingen, schitterend om daarmee een beetje te stunten. En dan krijgen we hier in één keer een lancering, heel verrassend. Maar in één keer knallen wij met 85 km per uur. En ik weet niet of die nog sneller gaat. Hij gaat sowieso sneller. 107, wat een heerlijke snelheid. Hij knalt er gewoon in. Dit is echt gaaf om even te ervaren. Ik had ook die snelheid niet verwacht van deze baan. We komen weer door een andere kas. En ook weer door deze kas. En dat is ook een stukje een rustmomentje. En dan hier het einde van deze baan. Langs dat mooie meertje. Ik vind het waanzinnig. Wat een prachtig verzorgd project. Tot in de puntjes uitgewerkt. Absoluut. En denk dan vooral aan de achtergrond, aan het decor wat hij heeft gemaakt. Dat ziet er echt schitterend uit. We gaan kijken naar de resultaten. Een baanlengte van 1,3 kilometer met een maximale snelheid van 107. Gemiddeld 47 km per uur en de grootste drop was 39 meter. Met 7 inversies en de airtime counter staat op 4. Ja, dat zijn gewoon schitterende statistieken. Deze baan heeft gewoon een verdiende top 10 gekregen in mijn Planet Coaster favorietjes. Ik vind het heel erg netjes. Ook gewoon met ja, de hoogteverschillen. Je ziet dat je daarmee al fantastische dingen kunt creëren. En dan heb ik het niet alleen maar over de gebouwen, maar denk ook aan het... De landscaping is echt schitterend. Vooral ook de natuur. Overal is het bezaaid met bomen, met planten, bloemetjes, noem maar op. Ja, het is keurig. Keurig afgewerkt. Dit was de video van Project Echo. Laat vooral een duimpje achter als je dit een leuke video vond. En volgende keer hoop ik je zeker weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Tot dan. Doei doeg!